Net zoals vorig jaar weer terug met de techniekbus. Wat hebben jullie deze keer? We hebben deze keer maak je eigen sieraad met led eigenlijk. Dus je kunt hier een armbandje maken of een ketting met led. Ze hangen daar aan de bord. Dus je kunt zien ook hoe ze eruit zien. En je leert hier dus eigenlijk een stroomkring maken met een ledje, snoertjes en batterijtjes. Eventueel kun je nog solderen zelfs. En uiteindelijk maak je dus een armbandje met led of een ketting. We hebben voor allerlei activiteiten. We hebben drie kampvuurtjes gemaakt waar je marshmallows kunt opwarmen en dan een koekje er tegenaan. En dan is dat ja, lekker voor de kinderen. En we hebben daar wat speeltoestellen een stukje verderop gemaakt. Daar kunnen ze dus een glijbaan en een schommel en iets met banden en zo. Dus kunnen ze lekker spelen. Om 3 uur is er nog een vossenjacht. Dus dan lopen in het citycentrum een aantal verklede leidingen van ons rond. En dan kunnen ze die gaan zoeken en dan krijgen ze nog een zakje chips als ze alles goed hebben, geloof ik. Er was niemand die daar met rust op zelfs verpakt. Ook niet haar buurjongen Berkenblad. Hij ligt zijn hoogje altijd te vinden. Waarom lezen hier kinderen voor? Wij lezen kinderen voor om het zal maar zeggen, wat aandacht te geven op leesvaardigheid en op plezier. Want het is natuurlijk fijn om de bibliotheek vol kinderboeken natuurlijk ook te hebben. En dat de ouders natuurlijk voorlezen aan kinderen. Maar vaak vinden we het gewoon leuk om samen iets met kinderen te doen in de bibliotheek. En daar hoort voorlezen bij. En waarom is voorlezen dan zo belangrijk? Op eerste plaats is het gewoon toch belangrijk om verhalen te delen. Verhalen en waarin je, zal maar zeggen, gewoon je kan vinden. Hè, avontuur of spanning. Of je kan ook dingen daarmee ook een bepaalde manier van leren. En dat is eigenlijk wat wij leuk vinden als lid van de bibliotheek om samen eigenlijk aansluiting te vinden. Hè? En dat kan ook met kinderen zijn.